Hoi allemaal en wel super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe dagelijkse vlog. Het is vandaag woensdag 28 december en het is nu 10 over 11. Vandaag is echt een super leuke dag. Mijn zusje en ik hebben namelijk vandaag afgesproken met mijn vader om naar de DM in Duitsland te gaan. En de DM is echt een super grote drogisterij in Duitsland. Net zoals eigenlijk de Kruidvat in Nederland. Maar dan is alles daar ook wat goedkoper. En ze hebben ook gewoon andere merken die je in Nederland bijvoorbeeld niet kan krijgen. Dus daar heb ik echt super veel zin in. Ik heb me daarvoor ook klaargemaakt. Ik heb ook mijn haar weer gekruld. Maar dat had ik beter niet kunnen doen, want ik heb mezelf dus verbrand. Echt best heftig ook. En lang, want ik schrok. Ik wist helemaal niet dat dat ding zo dicht bij me zat. Dus ik heb even een jashandje gepakt met koud water om het een beetje te koelen. Ik heb ook nog steeds een koortslip. Oh, ik word er helemaal gek van. Ik heb er zelf echt super veel zin in. Dus mijn vader komt ons zo ophalen. En dan gaan we lekker naar Duitsland. Ik denk dat we gaan naar Kalkirchen. Want die zit het dichtst bij. En daar zijn we ook al wat vaker geweest. Dit doet zoveel pijn. Het brandt. Kijk, je ziet het ook gewoon helemaal. Ik heb ook hier een beetje blush. Maar dit is echt alleen maar verbrand. Dus dat is wel iets minder. Maar ik heb ook in ieder geval mijn outfit aangedaan. Die zal ik zo ook even laten zien. Dus ik ga jullie gewoon gezellig weer vandaag meenemen. Ik hoop dat jullie de vlog van gisteren ook leuk vonden. Dus heb je er zin in? Doe dan zeker even dat blauw duimpje omhoog. En dan gaan we nu snel beginnen. Het is ook een beetje donker buiten. Het is echt een beetje grauwig weer vandaag. Het regent ook en het waait ook super hard. Maar ik heb me omgekleed. Ik heb deze te leuke trui aan van de H&M. Die heeft echt hele leuke mouwtjes. En een beetje zo'n Aztec printje. Dan heb ik gewoon een skinny broek aan van de Zara. Niet zoveel speciaals. En onder staan mijn Nike schoenen. Dus die doe ik hier nog bij aan. Ik pak ook even een tas. En dit is dus mijn haar. Ik heb het gekruld. Alleen het moet nog een beetje uitzakken. Maar ik vind het wel leuk. Ik doe dit niet zo vaak. En ik heb het op zich binnen 10 minuten, kwartiertje heb ik het wel gefixt. Dus ik vind het wel leuk. Het ziet er ook gewoon even wat anders uit dan normaal. Ik heb toch even de lamp aangezet. Want ik wilde met jullie mijn parfum van de dag uitzoeken. En ik vind het echt heel lastig. Want voor welke ga ik? Maar ik denk dat ik voor deze ga. Dit is mijn nieuwe parfum. Die heb ik dus nieuw gekregen van kerst. Dat hebben jullie ook in de vlog van gisteren kunnen zien. Dit is een parfum van Ariana Grande. Namelijk God is a Woman. En dat vind ik zo'n lekker luchtje. Ook een beetje luchtig. Maar hij kan ook wel echt goed voor een party of zo. Dus ja, super leuk. Deze ga ik nu lekker opdoen. Ik heb gelijk ook even een tas gepakt. Ik ga namelijk deze tas meenemen van de Zara. Want die is gewoon super leuk en basic. En daar past gewoon heel veel in. Dus deze tas ga ik meenemen. Bij de McDonald's. We zijn echt goed geslaagd bij de DM, zoals jullie wel hebben kunnen zien. En nu gaan we lekker wat halen bij de McDonald's. Nou, zoals jullie kunnen zien, ik ben weer thuis van de DM. Het was echt super gezellig om eventjes weer met mijn vader en de vriendin van mijn vader was er ook bij. En mijn zusje Sterre natuurlijk, om weer even naar de DM te gaan. Dit deden wij echt een paar jaar terug ook echt zo vaak. En we zijn ook even lekker naar de McDonald's gegaan. Dus ook echt super lekker. Maar jullie kunnen zien, ik zit hier met een tas vol met allemaal goodies. In deze tas zitten trouwens nu ook nog de spullen die mijn zusje heeft gekocht. Dus die ga ik er even uithalen. En dan ga ik jullie laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Het zijn echt super leuke dingen. Het was trouwens ook zo mega druk bij de DM. Ik heb het nog nooit zo druk gezien in de winkel. Dus vandaar dat ik ook niet heel veel heb gefilmd. Want het was gewoon zo druk. En iedereen liep tegen je karretje aan. En het was gewoon echt heel vervelend om te filmen en te shoppen. Het was überhaupt al vervelend om te shoppen. Laat staan ook nog filmen. Maar ik heb natuurlijk ook jullie de winkelwagentjes laten zien. En we zijn echt super goed geslaagd. Jullie zullen misschien wel denken, waarom hadden jullie zoveel spullen? Maar mijn vader heeft ook dingen ingeslagen voor de Jude Boel Club. Daar doen ze natuurlijk altijd prijsjes. En bij de DM hebben ze heel veel dingetjes die leuk zijn voor zo'n prijsje. Zoals bijvoorbeeld de shower gels, de shampoos en heel veel producten zoals wasmiddel en zo. Omdat het daar natuurlijk goedkoper is. Dus daarvan heeft hij heel veel meegenomen. Dus niet dat jullie denken dat het allemaal is voor ons
eigen gebruik. Want mijn zusje en ik hadden allebei gewoon een eigen karretje waar we mee liepen. Dus ja, ik zal jullie eventjes laten zien wat we al hebben gekocht. Het is best wel een grote zak. Dit is trouwens de zak. Dus oké, laten we gaan beginnen. Ik ga eerst al even de dingen eruit halen die niet van mij zijn. Dit is niet van mij. Deze niet. Oké, ik heb het hier even allemaal neergezet. Maar ik moet zeggen, het is niet heel erg veel. Ik had wel verwacht dat ik meer zou kopen. Maar ik kwam ook voor een aantal dingen die ze uiteindelijk niet hadden. Vooral de make-up viel me heel erg tegen. Ik was namelijk echt op zoek naar een aantal dingen van Essence. Die dan ze in Duitsland wel afkopen. Maar het Essence-schap, ik heb het gefilmd, maar die was zo leeg. Ze hadden zoveel dingen niet. Echt alles was bijna uitverkocht. Ze hadden ook bijna geen mascara's meer. Ik wilde ook een aantal mascara's kopen. Maar degene die ik wilde, die waren allemaal uitverkocht helaas. Dus dat was wel een beetje jammer. Maar ik zal jullie wel even laten zien wat ik uiteindelijk heb gekocht. En ik ga even beginnen met een beetje basic dingen. Namelijk twee paar wattenschijfjes. Deze dingen zijn echt altijd fijn om te hebben. En deze zijn gewoon van het huismerk van de DM. Die waren ook heel goedkoop. Ik heb even het bonnetje niet. Maar volgens mij waren deze echt iets van 40, 50 cent. En ook gelijk mijn wattenstaafjes, want die zijn nu op. Ik heb geen backup meer. Dus deze heb ik ook even gekocht. Dan heb ik twee douchegels gekocht. Ik heb als eerste deze van Nivea. En deze schelen heel erg met de prijs in Nederland. Want volgens mij zijn deze in Nederland iets van 3 of 4 euro of zo. Maar bij de DM zijn deze 1,50 euro of zo. Dus dat scheelt best wel veel. En deze ruikt echt super lekker. Dit is dus met rose en almond oil. En ik heb ook deze van Treacle Moon, als ik het goed uitspreek. Dit is de Creamy Winter Dream. En deze vond ik dus zo leuk, want die verpakking vind ik echt geweldig. Echt zo'n leuke winterse verpakking. En hij ruikt echt heerlijk. Ik hou van deze geur. Dus deze twee douchegels heb ik gekocht. Dan heb ik wel een make-upje gekocht, namelijk een nieuwe concealer. Dit is de Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer in de kleur 10. Want hier ga ik echt altijd als een speer doorheen. Ik heb eigenlijk niet per se gekeken of de prijs nou goedkoper was. Maar het zou niet heel veel schelen. Maar die is altijd fijn om te hebben. En ik heb ook dit als make-up gekocht. Dit zijn een beetje van die, kijk, hoe noemen ze het? Van die spoelies of zo. Voor je wenkbrauwen en je wimpers in model te brengen. Die waren echt heel goedkoop. Die kostte echt maar 1 of 2 euro of zo. En dan heb ik dus dit gekocht. En dit is dus iets wat ik zag door mijn zusje. Anders had ik dit zelf waarschijnlijk echt nooit gezien of gekocht. Maar dit is dus een soort mascara. Kijk, ik laat het heel even zo zien. Om dan dus je babyhaartjes weg te doen. Dus stel je hebt een staart of iets van een strakke knot of zo. Dan is dit dus heel handig. Dus ik vond het er heel leuk uitzien en ik dacht, ja, dit kan ik toch gewoon proberen. En Balea is trouwens het huismerk van de DM, dus dat is echt super goedkoop. En dan eigenlijk alweer het allerlaatste wat ik heb gekocht bij de DM zijn allemaal maskertjes. Ja, ik vind de maskers van de DM gewoon heel fijn en ze zijn heel goedkoop. Zoals ik al zei, Balea is dus het huismerk van de DM. En deze maskers, dit zijn dan oogpatches. Daar hebben we verschillende soorten van, die zou ik zo even allemaal laten zien. Maar die kosten echt iets van, nou vast was het 75 cent of zo per pakje. Dus ik zal ze even laten zien. Kijk, daar hadden ze namelijk 3 verschillende soorten van. Dit zijn dus allemaal eyepatches. Volgens mij zit er gewoon ja, 1 setje in. Dus je hebt deze, je hebt dan ook deze en je hebt deze. En ik vond deze er allemaal echt zo leuk en fijn uitzien. Dus ik dacht, ja, dit kan ik toch gewoon niet laten liggen. Dit moet ik gewoon proberen. Dus dit gaan jullie zeker binnenkort, misschien zelfs vanavond wel al in een video zien. Want ik ben heel benieuwd. En om gelijk door te gaan met de eyepatch verslaving heb ik er nog 4 gekocht. Maar dit is dus van een ander merk. En hier hadden ze dus andere soorten van. Dus die zal ik ook even laten zien. Kijk, dat zijn namelijk deze. Nou, je hebt als eerste deze, een beetje goud. Dit is de Beauty Boost Eyepad Mask. Dan heb je deze groene. Dit is de Veggie Mixture iPad Mask. Dan heb je deze roze. Dit is de Energy Elixir iPad Mask. En je hebt als laatste de Deep Hydration iPad Mask. En ik heb dit natuurlijk nog nooit getest. Dus ik dacht, ik ga ze gewoon allemaal meenemen. Kan ik ze testen, kijken welke ik de fijnste vind. En dan kan ik weer de volgende keer meenemen. En als laatste heb ik nog deze. Dit is de Balea Vitamin C masker. En ik was dus eigenlijk op zoek naar nog meer van dit soort maskers. Dit zijn zeg maar van dit soort maskers die je echt zo op je gezicht legt. Maar daar kon ik echt heel weinig van vinden. Dus ja, dat is wel een beetje jammer. Want ik had eigenlijk wel verwacht dat ik meer hiervan kon vinden. Maar ik had dus alleen maar deze gevonden met vitamine C. Dus die ga ik natuurlijk ook een keer uitproberen. Kijk, en dit is dan alles. Hier kunnen jullie de dingen zien die mijn zusje heeft gekocht. Zij heeft bijvoorbeeld deze gekocht. Want dat scheelde ook echt 4 euro of zo met de Nederlandse prijs. Deze ook. Even kijken, wat heeft zij nog meer? Zij heeft ook deze. Iets voor haren met heat protector of zo.
ook wattenschijfjes. Zij heeft ook scheermesjes gekocht. En maandverband en tampons en zo scheelde ook zo mega veel geld. Het scheelde ook echt iets van 3, 4 euro met een Nederlandse prijs. Dus ja, ook echt een aanrader om daar even naar te kijken. En verder heeft zij ook een aantal shower gels meegenomen. Want ja, zoals ik al zei, die schelen ook echt heel erg veel. Dus dit hebben we allemaal gekocht. Oh my god, ik ben echt zo mega blij. Ik had volgens mij gisteren... had ik weer nieuwe boeken besteld. Want als je me al lang volgt, dan weet je dat ik echt hou van lezen. En ik heb bij bol.com weer 2 nieuwe boeken besteld. Want ik kon mezelf niet inhouden. En ze zijn zo mega leuk. Of in ieder geval, ik heb hele goede verhalen hierover gehoord. Dus we gaan ze lekker unboxen. Ik heb ook echt een boekenverslaving. Maar we gaan deze openmaken. Ze zijn zo mooi. Oh my god, er staan daar mannen op het dak. Dat ziet er heel raar uit, maar oké. Okay. Oh yes! Ik heb namelijk deel 2 en 3 van een serie gekocht. Ik had namelijk tijdens mijn Vlogmas vlogs had ik een boek gekregen van mijn beste vriendin Naomi. Namelijk Twisted Love. En dat is dus een serie met 4 boeken. En ik heb dus nu deel 2, namelijk Twisted Games. En deel 3, Twisted Hate, gekocht. En er is dus nog 1 deel die ik echt nog wil hebben. Heel graag. Volgens mij heet die Twisted Lies. Die heet Twisted Lies. Dus die moet ik ook echt nog eens een keer scoren. Maar ik heb voor mezelf een budget gegeven wat ik per maand uit mag geven aan boeken. Ik heb met mezelf afgesproken dat ik nieuwe boeken mag kopen van mezelf. Maar ik heb wel een budget. Dus dat budget is ongeveer 20 euro, 25 euro per maand. En dit is dus al ja, 20 euro samen. Dus ik ben zo mega blij met deze boeken. Niet normaal. Ik ga hier sowieso vanavond in beginnen. Want ik heb hier echt hele goede verhalen over gehoord. Sowieso deze hele serie is op TikTok helemaal viral. Dus deze 2. En hier ben ik echt mega blij mee. Hoe mooi zijn die covers ook. Ik vind ze echt stunning. Maar ik was bezig met het editen. En toen belde dus opeens de postbode aan. Kijk, de vlog en de thumbnail moet ik heel even maken en zo. Dus daar ga ik nu eventjes mee verder. Want die video moet om 4 uur online. En het is nu bijna 3 uur. Dus ik ga even door editen. En dan kan die video lekker om 3 uur online. Nou jongens, ik ben een beetje geïrriteerd. Het gaat allemaal niet zoals ik het had gepland. En dat vind ik gewoon zo irritant. Het is alweer 4:15. Ik moet nog naar de winkel. Ik moet nog wijn halen voor dit weekend met oud en nieuw. En ik ben bang als ik morgen of overmorgen ga dat er geen wijn meer is. Want dan gaat iedereen het halen. Ik moet nog even mijn kraslot inleveren. Ik moet nog een pakketje wegbrengen. En het is al bijna donker. En mijn vlog is nog niet online. Ik heb hem ingepland staan. Maar ik ben er gewoon niet heel tevreden over. Ik zit gewoon heel erg met... Ik wil gewoon helemaal een nieuwe stijl voor mijn YouTube-kanaal. Dus een nieuwe banner, een profielfoto, een endcard. En dan lukt het allemaal niet. Nee, het is gewoon echt heel vervelend. Want het lukt gewoon allemaal niet hoe ik het wil. En dat vind ik gewoon echt heel jammer. Ik heb nu ook een thumbnail en die vind ik eigenlijk helemaal niet leuk. Ja, het heeft wel iets, maar... Oh, ik kan echt wel huilen nu gewoon. Ik vind het gewoon zo jammer, want ik wil gewoon dat al die video's precies om 4 uur online komen. Nou, de eerste dag ga ik al de mist in. En dan vind ik die thumbnail weer niet leuk. Ik heb nog gewoon mijn oude endcard. Want mijn andere endcard vond ik ook niet leuk. Ik ben gewoon echt te perfectionistisch ervoor. En ik bel dan gewoon altijd van mezelf of zo. Dan denk ik van, waarom kan ik het niet? Waarom maken andere mensen wel leuke thumbnails? Waarom ik niet? Ja, daar zit ik gewoon nu even mee te struggelen. Maar ik denk dat ik gewoon even naar de winkel ga. Want dan heb ik dat gedaan. Ja. Een hele goede avond. Het is ondertussen alweer 8:30. Ik weet eerlijk gezegd niet eens meer wat laatst wat ik heb gefilmd. Maar ik kom net terug van onder. Ik heb heel even weer een yoghurtje gemaakt met appel en een lekkere muesli. Echt een super lekkere snack voor in de avond. Maar ik heb dus de allereerste dagelijkse vlog geüpload. En ik heb al zo leuke reacties erop gekregen. Echt zo mega leuk vind ik dat altijd. Dus super blij daarmee. Hij is echt heel goed ontvangen. Dus daar ben ik echt super blij mee. Ik heb verder ook even een short en een TikTok geüpload en eentje gemaakt. En ik heb eigenlijk verder niet zo heel veel gedaan. Ik was echt super moe. Oh my god. Oh ja, dat was het laatste wat ik heb gefilmd. Dat ik naar de winkel ging om de wijn te halen. En ik heb de wijn gehaald. Op mijn bureau staan de 3 flessen. Dus daar ben ik helemaal blij mee. Want ik dacht echt dat alles al uitverkocht zou zijn. Maar dat is niet zo. Dus daar ben ik blij mee. Ja, en toen heb ik dus thuis heel eventjes gechilled. Ik was ook in slaap gevallen. Ik heb volgens mij even een kwartiertje geslapen of zo. En toen gingen we eten, water, lasagne. En toen ben ik eigenlijk gaan lezen in mijn nieuwe boek, namelijk Twisted Games. Dus boek 2 van de serie.
En ik vind hem zo leuk. Het is altijd als ik ga lezen, ik zet ook een koptelefoon op. Want die heeft noise cancelling. Dan hoor ik niet zoveel geluid van de rest. En dan ben ik gewoon even helemaal in een andere wereld. Ik ben gewoon dan letterlijk deze hoofdpersoon. Ik vind het zo leuk of zo lezen. Ik weet niet. Ik kom dan even helemaal tot rust. En ik weet niet of iemand van jullie ook leuk vindt om te lezen. Maar ik hou ervan. En dit is echt ook een heel leuk boek. Ik vind de schrijfstijl van Anna Wang. Volgens mij schrijf je het zo of spreek je het zo uit. Vind ik zo mega fijn. Ze schrijft echt super fijn. Ik ben ook echt al op bladzijden. Even kijken. Bladzijde 67 en ik heb nu denk ik ongeveer een uur gelezen. Iets langer misschien. Dus ja, ik ga nu even lekker mijn yoghurtje opeten. Ik denk nog verder gaan lezen of even een YouTube filmpje gaan kijken. En ik wil dadelijk ook nog eventjes deze vlog gaan editen alvast. Dus dat ga ik sowieso ook even doen vandaag nog. Maar ja, verder dus niet heel veel speciaals. Nou, zoals jullie kunnen zien, ik ben in de badkamer. Ik wilde namelijk even mijn tanden poetsen. Het is ondertussen ook alweer iets van 10 over 11 of zo. Maar ik wilde jullie even wat laten zien, want kijk even. Ik heb zo'n grote pukkels voortaan. Ik weet echt niet wat het is. Oh, het is echt heel erg. Normaal heb ik echt nooit last van pukkels. Maar ik had, ja, vorige week echt een ziek grote pukkel hier. Die is nu ondertussen wel al een beetje weg. Maar deze kop is dus nieuw. En ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe ze komen. Ik had laatst ook hier echt een ziek grote pukkel. Dus mocht jij ook weer tips hebben hiervoor. Ik weet niet wat het is. Ja, ik denk dat het ook komt omdat ik heel veel chocola gegeten heb en zo. Maar ik weet niet. Het komt niet echt normaal op die plek. Dus dat vond ik een beetje raar. Dat het allemaal een beetje hier is bij mijn neus. Dus I don't know. Ik ga wel nog alleen een hoofdstuk lezen, denk ik. Maar ik dacht, ik ga alvast even tanden poetsen. En ik weet trouwens ook niet of jullie het kunnen zien. Maar ik heb natuurlijk me vanochtend verbrand aan mijn krultang. En je ziet gewoon helemaal hier. Gewoon een soort van 3D lijkt het wel. Zo'n litteken. Het is gewoon echt een brandwond. Vanochtend deed het ook echt heel erg veel pijn. Oh, je ziet gewoon echt helemaal vel. Ik heb er ook gelijk vaseline opgesmeerd. Want mijn moeder zei dat dat goed was om te doen. En het natuurlijk gekoeld, maar oh, ik hoop dat ik hier geen litteken van krijg. Oh, dat zou ik echt erg vinden. Maar ja, ik moet me een beetje beter opletten. Want het is natuurlijk gewoon mijn eigen schuld. Maar oh mijn god. Maar oké, ik ga lekker slapen. Zoals ik al zei, het is echt iets van 11 uur, bijna 11:30 volgens mij zelfs al. Dus ik ga lekker slapen. Ik ben zo mega blij met jullie allemaal en al jullie reacties. Want ik heb natuurlijk dan gisteren voor jullie de eerste dagvlog geüpload. En er zijn zo mega veel leuke reacties opgekomen. En dat vind ik zo, zo mega leuk. Ook heel veel tips voor mijn core slip. Dus dankjewel allemaal daarvoor. Daar ga ik zeker even naar kijken. Want dat helpt mij echt heel erg. Dus sowieso ben ik echt jullie allemaal zo erg dankbaar. Ik vind jullie allemaal zo leuk en zo geweldig. En ik hou echt van YouTube. Dus ik vind het helemaal leuk. Maar ik wil jullie echt super erg bedanken voor alle leuke reacties. En ik wil jullie ook heel graag bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie hem weer leuk vonden. Dus vond je hem leuk? Vergeet dan niet zeker even om het blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet je zeker niet om te abonneren hieronder op mijn kanaal. Mocht je dat nog niet hebben gedaan. Want dat waardeer ik natuurlijk heel erg. Dus doe dat zeker. En dan zie ik jou hopelijk morgen weer bij de volgende vlog. Doei!